We zijn in Museum Panorama Mesdag. Welkom. Mijn naam is Minke Schat. Ik ben directeur van dit prachtige museum. En we zijn dit jaar jarig. We bestaan 140 jaar. Ja, en wie jarig is, trakteert. Dus ik neem jullie heel graag mee het museum in. We hebben een aantal mooie dingen bedacht. Dus kom maar gauw mee. Gaan we kijken. Panorama's waren in de 19e eeuw heel populair. Eigenlijk waren het de voorlopers van de bioscoop en van de theaters. Mensen gingen erheen om zich te vermaken, zich te verwonderen. Het is eigenlijk een soort van vrije tijdsbesteding. Maar ja, er zijn nu allemaal bioscopen en hele mooie theaters. Dus die panorama's, daar kun je wel bij voorstellen, die raakten gewoon minder populair. Dus dat, eigenlijk zijn de bioscopen en de theaters hebben dat vermaak overgenomen. En panorama's zijn eigenlijk ja, verdwenen. En er zijn nog maar een paar ter wereld over waarvan dit de één is. En deze is ook nog door een kunstschilder gemaakt. Dus het is echt uniek. En het is de enige op de originele plek ter wereld. Nou, Hendrik Willem Mesdag is natuurlijk de grote meester achter het panorama. Maar hij heeft het niet alleen gedaan. Hij kon het niet alleen doen. Het is waanzinnig groot. Bedenk je dat het echt 14 meter hoog is. En 120 meter rond. Nou, dat is echt een enorme lap doek die geschilderd moest worden. En dat is vergroot vanuit die kleine schets. Hij heeft hulp gehad van zijn vrouw, Sientje van Houten. Of eigenlijk Mesdag van Houten, want ze waren getrouwd. Maar hij heeft ook hulp gehad van nog drie andere grote schilders. Bernard Blommers, Theophile de Bock, maar ook George Breitner. En George Breitner is echt een hele, later ook heel erg beroemd geworden. Met name, gewoon in de 19e eeuw. En die was toen nog heel jong, maar ze waren heel blij dat ze Mesdag konden helpen. En er waren ook nog twee andere helpers. Dus eigenlijk met zeven hebben ze in 4 maanden tijd dit enorm grote doek hebben ze geschilderd. Hij heeft een hele mooie glazen cilinder. Dus eigenlijk een rond glas waar die in kon staan. Dus eigenlijk zijn hoofd in kon doen. En door dat glas zag hij dus eigenlijk het landschap. En kon hij de contouren van het landschap kon hij soort van overtrekken. En hier hebben we een replica. En kijk, hier zie je ook hoe je dan bijvoorbeeld het landschap kunt overtrekken. Zodat je de accenten kon die dan, zeg maar, ja, alvast vastleggen. En dat was dan eigenlijk zijn hulpmiddel om het daarna veel groter te maken. Want beamers, ja, die waren er toen niet. Dus het moest allemaal, net zoals rekenpapier, met rijtjespapier, kon je dingen vergroten. Dus op het echte doek zijn grote rasters van vierkante meter. En zo heeft hij eigenlijk deze contouren heeft hij vergroot. En vervolgens zijn de schilders daarmee aan de slag gegaan. Vanaf het Seinpostduin, het hoogste duin destijds, in Scheveningen, of eigenlijk op Scheveningen. En daarvan, dat was voor Mesdag een hele belangrijke plek. Omdat hij van daaruit zijn maagdelijke Scheveningen, zoals het toen nog was, zonder al die bebouwing, kon hij dat vastleggen. Dus dan kon hij alles goed overzien en alles goed in kaart brengen. En dat heeft hij vastgelegd voor de eeuwigheid. Dus ik denk daarachter. Zie je, zeg maar, als je dat pad zo volgt, aan de rechterkant zie je een blauw bootje op de kop. En daar zitten kids op, jongeren. En dat vind ik eigenlijk wel leuk, want het is eigenlijk een beetje het chillen, zoals kinderen nu heel vaak doen. Dat gebeurde in 1881 ook al. Het is een beetje chillen avant la lettre. Dit is een heel mooi prentenboekje over aap en mol in Museum Panorama Mesdag. Wat we speciaal hebben laten maken, omdat we 140 jaar bestaan dit jaar. En dat is al heel bijzonder. En we hebben Gitte Spee, dus iemand die hele mooie boekjes maakt en heel goed kan tekenen, gevraagd om een avontuur te bedenken wat wordt beleefd in het museum. En aap en mol zijn de figuren in het avontuur en die ontdekken het panorama. En nu sta ik hier voor een heel mooi werk van Hendrik Willem Mesdag,
de woelige branding, een woeste zee. En hoe leuk is het? Het kijk, Aap en Mol zien het ook in het prentenboek. Aap en Mol in Museum Panorama Mestdag. Aap en Mol zijn een dagje in Den Haag. Ze hebben veel gelopen en veel gezien. Laten we naar het strand gaan, Mol. Daar kunnen we lekker zwemmen en uitrusten, stelt Aap voor. Maar wat een pech. Op dat moment begint het juist te regenen. Wat nu, Aap? Vraagt Mol. Ik weet het niet, Mol. We hebben een kleurplaat inderdaad, die heeft Git de Spee gemaakt. Mestdag inspireert, nog steeds vandaag de dag kunstenaars. En ook Git de Spee, die dat mooie verhaal van Aap en Mol heeft bedacht. En dat ook zo mooi heeft getekend. En onder andere ook eigenlijk de tekenversie van Aap en Mol van de woelige branding van Mestdag gemaakt. En de oproep is nu om iedereen te inspireren, zodat ze hun eigen Mestdag kunnen inkleuren. Ja, en de mooiste inzendingen vinden we hartstikke leuk om dat op onze website te plaatsen. En dat het ook een plekje krijgt op de website van de bibliotheek. Dus maak een mooie, zou ik zeggen aan iedereen. En dan kijken wij welke de mooiste is.